Het was even wennen vanmorgen voor al die nieuwe volksvertegenwoordigers en even zoeken. Alleen al de vraag wie waar gaat zitten. Heeft iedereen zijn plekje gevonden? Ja, er is net een indeling gemaakt door het presidium. En ik zit alleen te kijken dat de achterste rij misschien erg ver bij de eerste rij vandaar zit om communicatie te voeren. Dus. Maar oké, ja, zo heb je altijd wat natuurlijk dus. Ja, er is een vrolijke sfeer, een leuke spanning ook wel. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Hij gaat nu beginnen. Daarna kon het beëdigen beginnen. 38 mensen maakten dat dus voor de eerste keer mee. SP-voorman Nico Heijmans werd voor de vijfde keer geïnstalleerd. Hij kent de weg in het provinciehuis als geen ander. En hij maakt zich zorgen over zoveel nieuwelingen in één keer. Iedereen weet als je werk gaat doen dat je een inwerkperiode nodig hebt. Ja, en in die staten, voordat je een beetje weet hoe het allemaal werkt, ben je een paar jaar bezig. En ik heb al zoiets, ja, net dat mensen er een beetje in komen, ja, is het weer afgelopen. Vind je jammer. En u zit er zo langzamerhand wel lekker in, hè? Ja, ik ben de Nestor, hè. Ik ga nou aan mijn vijfde periode beginnen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of het komt dat ik zo saai ben, maar ik vind het nog steeds leuk om te doen. Ja. Eigenlijk zouden meer mensen dat moeten doen? Ja, in ieder geval langer. Ik wil niet zeggen dat iedereen 20 jaar vol moet houden. Ik bedoel, dat is natuurlijk onzin. Maar ik vind wel dat mensen op zijn minst zich eigenlijk moeten committeren voor 2 of 3 periodes. In een toespraak zei commissaris van de Koningin Wim van der Donk dat het moeilijk plannen maken is, omdat niemand weet hoeveel geld er de komende jaren is. Maar dat mocht de feestelijke sfeer niet drukken.